inhoudelijk kan ik toch niks beloven. Zo werkt het systeem nou eenmaal niet. En dat vind ik het ook vervelend dat mensen wel het gevoel krijgen dat dat wel zo zou zijn. Want ja, zo werkt het niet. Natuurlijk, ik ga keihard mijn best doen om alles wat in het GroenLinks-programma staat klaar voor elkaar te krijgen. Ja. Maar dat ligt niet volledig in mijn handen. Mensen moeten op me stemmen. Als we in de raad zitten, moet je met collega's samenwerken. Kom je eventueel in een college terecht. Dat zijn allemaal stappen die daartussen zitten. Waarbij ik nooit nu kan zeggen dat over 4 jaar ik dat en dat sowieso bereikt heb. En dat maakt het heel lastig. Ja, het klinkt wel eerlijk om te zeggen van nou, ik kan niks beloven, maar... Dek je jezelf daarmee eigenlijk niet in? Zo van, coalitie sluiten, we moeten compromissen sluiten. We zien wel waar het schip strandt. Nee, tuurlijk niet. Want je moet wel zeggen, we hebben ons programma. Daar staan inhoudelijke dingen in. En daar, op basis daarvan ga je handelen natuurlijk. Ga je proberen politieke resultaten te bereiken. Ja, en als dat niet lukt, dan mag je daarom afgestraft worden. Daarom hebben we verkiezingen. Ik zeg dat ik me ergens voor inzet. Als ik dat niet goed genoeg doe, dan moet je op iemand anders stemmen als je daar ontevreden over bent. Maar ja, indekken... Kijk, hoe zou het anders moeten? Moet ik dan wel beloftes maken? En dan worden die gebroken. Ja, waar slaat dat dan op? Maar zijn er ook dingen waarvan je zegt van nou, als ik dat niet waar kan maken, dan ga ik niet in de coalitie zitten? Geen concrete dingen, omdat je uiteindelijk moet je een algehele afronding maken. De gemeente gaat over zoveel, ontzettend veel dingen. Ik kan wel zeggen, per se op groen moet het exact blijven zoals het is, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik bedoel, als je daaraan vasthoudt, kan je misschien een heleboel andere dingen op het sociale vlak, op het gebied van armoedebestrijding, die je wel had binnen kunnen halen, zouden dan ineens niet kunnen lukken omdat je ergens aan vasthoudt. Dus ik geloof heel erg dat je, nou ja, als je daar ooit tot college onderhandelingen komt, dat je naar het afgeronde geheel moet kijken, dan moet zeggen, is dit voor mij als GroenLinks goed genoeg?